U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met lichte vorst op de meeste plaatsen, niet in de vroege ochtend toen lagen de temperaturen nog wat hoger, maar door transportkou daalde de temperatuur in de loop van de dag vrijwel overal tot onder het vriespunt. Dat ging samen met veel bewolking en die wolken kunnen we zien op de satellietfoto. Nederland ligt onder de cirkel, een grijze wolkendeken en voorlopig zijn we er ook nog niet vanaf, want de aanvoer is oost tot noordoost. Wat we ook zien is dat de bewolking wat dikker is boven Limburg en vooral daar viel van tijd tot tijd wat lichte motsneeuw. Geen grote hoeveelheden, op andere plaatsen ook af en toe wat licht gedwarrel, maar het blijft allemaal niet liggen en stelt eigenlijk niet of nauwelijks iets voor. Vanavond hebben we op veel plaatsen te maken met lichte vorst. Veel bewolking en het is op de meeste plaatsen droog en dat is ook in de nacht het geval. De temperatuur kan lokaal dalen tot min 4 graden. Op de meeste plaatsen is het net iets minder koud, maar op de meeste plaatsen dus wel lichte vorst. Dan morgen temperaturen langzaam oplopen tot 1 à 3 graden, net boven het vriespunt dus. Misschien een enkele opklaring in het noorden, maar op de meeste plaatsen blijft het bewolkt en het blijft ook droog. De windwijd uit het oosten is matig. In de loop van de dag neemt de wind langzaam af. Dan gaan we naar vrijdag en dan zien we de bewolking dikker worden. De wind is naar het westen gedraaid en er komt een regengebied aan... in de middag in het westen van het land, later uitbreidend in oostelijke richting... en mogelijk tegen de Duitse grens een enkel uh, winterskarakter in de neerslag. Er kan wat natte sneeuw bij zitten, maar ook daar zal het uiteindelijk gaan regenen. De temperaturen liggen vrijdag tussen 3 en 6 graden, zaterdag tussen 6 en 9 graden. Nog een enkele bui in de ochtend, daarna een tijdje lang droog... met af en toe de zon erbij. Voorwaar vriendelijk weer met de wind... Uit uit het westen tot Noordwesten. Zondag neemt in de loop van de dag de bewolking weer toe en dan volgt er ook opnieuw regen en ook dan zou er tegen de oostgrens wat winterse neerslag bij kunnen zitten. Zondag wordt het maximaal 6 graden. De temperatuur de dagen daarna blijft relatief hoog ten opzichte van wat we gehad hebben, maar redelijk normaal voor de tijd van het jaar. We zien ook dat vanaf begin volgende week de onzekerheid snel toeneemt. We kunnen eigenlijk alle kanten op. Een nachtje met vorst zou best een keer kunnen, maar overdag een temperatuur van 10 graden is net zo goed een keer mogelijk. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl